Juffrouw Rosmarijn! Bruno heeft de sleutel gevonden! Wat? Wat zeg je me nou? Ja. Kijk. Hier. De sleutel. Groenoog zal de sleutel vinden. Zal die voorspelling dan toch uitkomen na al die eeuwen? Het was Ivan. Ivan. Dit moeten alle samenzwerers weten. We moeten zo snel mogelijk bij elkaar komen. Morgenochtend bij mij thuis. Bewaar die sleutel goed, Frans. Ja. Ga ogenblikkelijk naar huis en vertel het aan Willemijn. En probeer dan Roberto te pakken te krijgen. Dan kan die Jan Toereloer en meneer Tom Tiedom waarschuwen. Ja? Ik ga meteen. Ja, morgenochtend om 11 uur. Alle 7, behalve 1. Groenoog heeft zijn plicht gedaan. Tot morgen. Tot morgen. Dit is ongetwijfeld de sleutel van ridder Grimbold. 600-700 jaar oud. De doos is van later tijd. Ik denk dat die van graaf Gregorius is geweest. Dan moeten we alleen nog die kist vinden waar deze sleutel op past. Ja, de zwarte ebbenhouten kist met de schat. Het is wonderbaarlijk zoals de voorspelling uitkomt, stap voor stap. Al die voorspellingen zijn wel aardig, maar ik zou liever willen weten hoe we Gert-Jan het beste kunnen helpen. Ik ben bang dat het kind echt gevaar loopt als hij veel langer in het trappenhuis blijft. Goed zo. Al dat gedoe, die tovenarij en die voorspellingen. Het gaat om Gert-Jan. Vandaag over een week is hij jarig. Ah, dan wordt hij pas 11. Hij heeft op zijn 18e jaar de tijd om de schat te vinden. Maar zo lang kan ik niet wachten. Die graaf moet verslagen worden. Dat is een oneerlijke en een gemene kerel. Dat mag iedereen weten. En ik wil mijn café terug. Maar stel je voor dat Gert-Jan echt tot zijn 18e in dat kasteel moet blijven. Gevangen door de gruwel. Gevangen, ja. Dat kan je een kind toch niet aandoen? Ik zie veel liever dat hij zo gauw mogelijk weer hier komt wonen. Ik denk dat we dat allemaal het liefste willen. Maar hoe krijgen we Gert-Jan in het trappenhuis? Daar is maar één oplossing voor. Gert-Jan moet de schat vinden. En zo spoedig mogelijk. Hoe bedoel je? Precies. Frans heeft gelijk. Als Gert-Jan de schat heeft, zal de graaf zich niet meer voor hem interesseren en dan is hij vrij. Blijft de vraag, waar moet Gert-Jan die schat zoeken? Ik wou dat graaf Gregorius een beetje duidelijker was geweest met zijn voorspellingen. Ze zijn toch duidelijk genoeg? Dan moet u mij dat nog maar eens uitleggen. Hier, één alleen zal mij niet vinden. Nou goed, ik ben er dan nu om Gert-Jan te helpen. Maar dan, en een ladder wijst mij aan, als we alle trappen en ladders in het idiotenkasteel moeten onderzoeken, zijn we nog jaren bezig. Ja, ja, maar dit klopt wel. Vreemde die de draak zal binden, moet de zeven wegen gaan. Jij bent vreemd hier. En je bent de zeven wegen gegaan. Ja, maar je slaat er nu wel eentje over. Alle kinderen zijn je vrienden. Hoe kan het nou als Gert-Jan geen kind mag zien? Toch lijkt telkens een voorspelling uit te komen. Zonder dat we er iets aan kunnen doen. U probeert er heel veel aan te doen. Waarom draagt u anders alleen maar groene overhemden? Hierom. Groen mouw zal de spreuken spreken. Precies, ja. Maar eronder staat, groen oog zal de sleutel vinden. Wat hebben we daaraan kunnen doen? Nou goed. Maar dan staat er, groen haar zal de draak verslaan. Waar wilt u iemand vandaan halen met groen haar? Voorspellingen komen uit. Of je het wilt of niet. Ja, zo kunnen we wel heen en weer blijven praten. Daar schiet niemand iets mee op. Zo, ik ga eens even iets anders. Zal ik even helpen? Ja, graag. Zet maar even de keuken. Dan haal ik vast glazen. Als we zo doorgaan, dan doet hij straks echt niet meer mee. Waarom mag hij het dan niet leiden? Je weet hoe hij is. Hij zou bang kunnen worden. Vast een oude baan. Nee, dat geloof ik ook niet. Maar ik geloof wel dat het verstandig is om hem nog niets te zeggen. Ik zal morgen eens met de kinderen gaan praten. Stil nou. Ik kan ieder moment binnenkomen. Maarten! Kom eens. Zeg, ik wil jullie wat vertellen, maar doe me een plezier en roep de andere kinderen even. Maar luister eens, zorg ervoor dat meester Frans niets merkt. Jongens! Allemaal! Tikkertje, ik ben hem! Lieve tikkers moet naar die dikke boom! Thank you.
Jongens, Geert-Jan is zondagjarig. Ja, dat weten we. Dat heeft de meester ons verteld. Nou, en Geert-Jan wil dolgraag dat jullie een bezoekje komen brengen. Maar ik vrees dat Graaf Friese zijn dat niet goed zou vinden. Toch vind ik dat we het moeten proberen. Tuurlijk. Nou, gaan jullie naar meester Frans en vragen of hij aan de graaf wil vragen of jullie mogen komen. Ja, dat doen we meteen. Nou, niet meteen. Hij moet niet te lang de tijd hebben om na te denken. Pas overmorgen, voordat hij naar het trappenhuis gaat. Ja. 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 Meester? Ja, Maarten? Gaat u vanmiddag weer naar het trappenhuis? Dat weet je best, joh. Ik ga iedere woensdag. Wacht, Wat willen jullie nou? U hebt zelf gezegd dat Geert-Jan zondagjarig is. Nou, dat is zo. Wilt u de graaf vragen of hij wilde hem zo graag zelf komen feliciteren? Maarten, ik doe niets liever dan jullie verzoek overbrengen. Alleen reken er niet op dat dat mag. Ik ben bang dat ik al weet wat de graaf zal zeggen. Absoluut niet. Geen sprake van. Waarom niet? Het zou best eens goed voor hem zijn, een paar andere gezichten. Meneer van der Steg, u kunt mijn neef niet vergelijken met de kinderen van uw schooltje. Geert-Jan is een teer en gevoelig kind. En uiterst nerveus. Uw voorstel getuigt niet van groot psychologisch inzicht. Meneer Griesenstein, ik vind echt dat u... Ik heb u duidelijk genoeg mijn mening gezegd. En daar blijf ik bij. Geen vreemde kinderen hier in huis. En ik verwacht van u dat Geert-Jan niets van uw dwaze ideeën te horen krijgt. Hij zit klaar voor uw lessen. In de bibliotheek. Geert-Jan? Hij heeft in ieder geval zijn huiswerk gemaakt. Als Joch zo doorgaat, komen er zeker moeilijkheden. Maar kan hij nou toch zitten? Hij zal toch niet weer in die geheime gang? Neemt u mij niet kwalijk, meneer de graaf. Ik wist niet dat u hier was. Alsjeblieft, hier is het. Wat is dat? Het cadeautje dat ik voor u moest kopen. Dat u de jonge heer zondag kunt geven. Oh, ja, ja, dat ja. Wilt u het niet zien, meneer? Nee, dank je, Manus. Het zal wel goed zijn. Maar je ziet het, de twee zwerven weer ergens rond. Ik geloof nooit dat er les voor wordt gegeven vanmiddag. Ik begrijp het al, meneer. Lijkt die ellendige Geert-Jan wel. Wat moet je hier? Heb jij Geert-Jan gezien? En die schoolmeester van hem? Nou, die zullen er wel ergens in de kelders rondhangen. Trouwens, ik ben niet aangenomen om daarop te letten. Geert-Jan, waarom zitten wij niet in die bibliotheek? Oh, dag meneer. Ik dacht opeens aan dat we nog niet bij alle trappen gezocht hebben. Maar hier is ook niks. Onzin, er moet nu gewerkt worden, jochie. Nog even. Kom mee. Manus loopt hier in de kelders rond. Ik wil niet dat hij ons hier ziet.
komt u erbij hier rond te gaan dwalen? Die kelders zijn autonoom betrouwbaar. Sommigen staan op instorten. Maar hoe gaat het? U bent hier toch ook vaak geweest met mij? Vroeger? Ja, maar ik ken hier de weg. Het is een schande dat meneer Van der Steg moet lopen zoeken. Nou, ik heb hem in ieder geval gevonden. We gaan maar gauw aan het werk. Dat lijkt me heel verstandig. Jan, je moet heus voorzichtiger zijn, Jochie. Als je zo doorgaat, moet je oom argwaan krijgen. Oom Gradus vertrouwt niemand. Oom Gradus heeft mij hier laten komen om jou les te geven. En daarom gaan we nu aan het werk. Pak je cijferboek, volgende paragraaf. Dan ga ik intussen je paddenstoelenwerkstuk nakijken. Eventjes nog. Nee. Een brief voor alle kinderen van uw klas. Dat is leuk. Zullen ze terugschrijven? Vast wel. Ze hebben een heleboel geschreven wat ik nog niet wist. En ik ga jou een heleboel leren wat je nog niet weet. Nu aan het werk. En toch ga ik aan Oom Gradus vragen of je zaterdag mag blijven logeren. Mm-hmm. Ja, jongens, berg je werk maar op. Het is bijna tijd. Meester, krijgen we die brief van Geert-Jan nou? Ja, hier is hij. Meester, jullie moeten maar om de beurt lezen. Joker. En als er wat bijzonders in staat, dan hoor ik het wel, hè? Nog één ding, jongens. Het spijt me, maar jullie mogen niet bij Geert-Jan op bezoek komen. Zelfs niet op zijn verjaardag? Zelfs dan niet. De graaf vindt het niet goed. Ja, ik kan er niets aan doen. Het mag niet en daarmee uit. En u dan? Ik mag wel komen. Ik ben zelfs te logeren gevraagd. De graaf moest me wel vragen toen Geert-Jan het vroeg. Maar ik denk niet dat hij dat van harte deed. Maar nou heeft Geert-Jan helemaal geen feest. Nou, jullie kunnen hem in ieder geval terugschrijven. Of een cadeautje meegeven. Ja. Vindt u wat leuks, meester? Probeer dat nou maar eens zelf uit te zoeken. En nu opruimen. Het is zo tijd. En ik wil nog naar de stad om ook iets voor Geert-Jan te kopen. Wat, meester? Ik heb wel iets in mijn hoofd, maar ik moet nog zien of ik het ergens kan vinden. Hoi, Roberto. Ik zie dat je brommer dit weer doet. Mijn brommer doet het altijd. Zeg, ik wil voor Geert-Jan een hoed kopen voor zijn verjaardag. Zo'n grote strooie hoed die jij altijd draagt in het bos, weet je wel? Ik strooie hoed in het bos? Geert-Jan vindt hem machtig. Waar heb je die gekocht? Waar heb je het over? Je denkt toch niet dat ik met een strooie hoed op mijn kop in het bos ga rondlopen, hè? Laat ik wel aan jou over. Roberto of Brozen, je spelletje begint me te vervelen, jongen. Ik hoop dat je nu eindelijk eens te weten komt wie je echt bent. Welke maat zoekt u? Is het voor uzelf? Nee, het is voor een kind. Een jongetje van 10, 11. Dus u weet zijn maat niet? Nee, mag ik even passen? Ja, natuurlijk. Deze neem ik. Het is een cadeautje. Zal ik het dan maar even inpakken? Handig pak is dit, zeg. Het kan nooit in mijn koffer. En mijn cadeautje dan? Oh, dat zal wel lukken. Zo. Ja, zie je. Hier. Nou, dan neem ik dat los mee. Ik hoef besloten niet met de fiets. Hoe laat word je opgehaald? Mana zou om nu of 1:30 hier zijn. Oh, nee, nog alle tijd. Oh ja? Plezier, hè? Ja. Feliciteer hem van me. Alsjeblieft, meester. Dit is voor Geert-Jan. Van de hele klas. Een brief. Dankjewel, Maarten. Is dit alles? Ja, dat is alles. Lang niet alles.
Bijna alles. Jullie koppen. Ja, meester, dat is alles. Zeg, jullie zijn toch niet scheks van plan? Tuurlijk niet. Nee, dat mogen we niet eens van meneer Frasmarijn. Nee, want... Goedemiddag, meneer Van der Steg. Ik heb net als alle vrienden van Geert-Jan naar het denken een presentje voor hem. Wilt u dit aan hem geven? Of hier een brief? Ja, maar het is geen gewone brief. Geert-Jan moet hem vanavond lezen. Om 8 uur precies. Vanavond? Maar hij is morgen pas jarig, meneer Tomtidon. Juist daarom. Dit moet de laatste brief zijn die hij leest als hij 10 jaar is. Morgen is hij 11 en dat is wat anders. Hier. Dus pak hem. Voor dit joch in het trappenhuis. Lieve help, wat zit hier wel in? Dat is een verrassing. Hij mag hem morgen pas openmaken, hè? Eerder niet. Nou, dat zal wel een feest worden. Dat is de koets. Je, mijn koets. Is dat Geert-Jan morgen jarig is, maar anders is Wilmanus zo van de bok gehad. Maar binnen, staat. Maas mag niet slapen. Jongens, waar je geweest nog even? Meester, goede reis. Doe een groet aan Geert-Jan. Veel succes, hè? Ja. Goedendag. Ja, goedendag, meester. Dag, hondjes. Bed lag. Het is dan nog vroeg. Hm. 8 uur. Daarom kom ik ook nog even bij je. Ik heb hier een brief voor jou. Voor de kinderen? Nee, van meneer Tomtidon, de magier. Groenmouw, weet je wel? Aan de jonge graaf Geert-Jan Geesenstein. Geheim. Zou het iets met mijn verjaardag te maken hebben? Dat weet ik wel zeker. Je moest hem vanavond lezen. Om 8 uur precies. En dat is... nu. Er staat vast wat bijzonders in. Nou, dat moet je dan maar gauw gaan bekijken. En daarna kruip je lekker in bed, hè? Ik vind het zo fijn dat u blijft logeren. Alvast wel trusten. Beste Geert-Jan, morgen begint je 11e levensjaar. Kom, nu je nog 10 jaar oud bent, naar de zevensprong. Vanavond om 9 uur precies moet je er zijn. Ik wil je helpen jouw wens te laten uitkomen. Meer kan en mag ik je namens het complot van de zeven niet mededelen. J. Tomtidon, Groenmouw. 9. Nog een kopje koffie, meneer Van der Steg? Nee, dank u. Echt niet? Iets pittigers dan misschien? Nee hoor, echt niet. Ik wilde het niet te laat maken vanavond. Het is nog niet laat. Het is nog voor 9. Nou, ik heb een drukke week gehad en ik wil vroeg gaan slapen.
Heeft mijn neef zich weer misdragen vanmiddag? Nee, hoor. Hij heeft juist erg goed zijn best gedaan. Weet u het zeker? Nou, één kopje dan. Precies op tijd, Geert-Jan Griesenstein.